Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag een dag met veel ruimte voor de zon, wat stapelwolken. Meer stapelwolken in het noordoosten van het land. Kunnen we goed zien op de satellietfoto. Die trokken vanuit Duitsland over Groningen, delen van Friesland en soms ook nog over Drenthe. Er zaten ook wat lichte buitjes bij. Inmiddels is het op de meeste plaatsen alweer droog. En die wolken trekken de Noordzee op. En dat betekent voorlopig nog even dat we vrij helder weer hebben. Maar we hebben een gebied met bewolking in de aanvoer zitten. En die wolken die komen geleidelijk aan onze kant op. Betekent voor de komende avond en nacht dat de bewolking langzaam gaat toenemen. Maar neerslag valt er nog niet. Morgenochtend vroeg dan hebben we de neerslag nog ver weg, de wolken trekken in de ochtend het land in en dan in de loop van de dag ook wat buiige neerslag. En dan zou er in het oosten van het land wel eens onweer bij kunnen zitten. Die zone schuift langzaam door naar zaterdag en zondag ligt die waarschijnlijk boven Duitsland, maar het oosten van het land heeft er echt nog wel mee te maken. Daar kan regen vallen en misschien dat die zon ook nog wel iets verder naar het westen opschuift, zodat de onzekerheid voor de zondag in elk geval heel groot is. Daarna wordt het laagdrukgebied boven de Britse eilanden veel belangrijker voor ons, komt ook dichterbij te liggen. En dan zal het Weer gewoon een wisselvallig en misschien een beetje een herfstachtig karakter hebben. Zover is het nog niet. Vanavond is het nog prachtig weer. Wat wolken in het noorden verder is het helder, temperaturen rond de graad of 15, vannacht dalend naar een graad of 10. Met in het noorden de opklaringen, in het zuiden begint de bewolking langzaamaan al wat toe te nemen. En die bewolkingstoename zet morgen overdag door. In de ochtend is het nog grotendeels droog met wat zon. In de middag van het zuidwesten uit buienge regen, met in het oosten kans op onweer daarbij. Ja, dan is zondag dus die wisselvallige dag met ook een wat moeilijkere voorspelbaarheid. De meeste regen zou boven Duitsland kunnen liggen en dan valt het bij ons mee. Maar het hoeft maar 100 kilometer op te schuiven en dan hebben grote delen van ons land gewoon last van de wolken en de neerslag. Maandag en dinsdag een beetje winderig weer met buien van tijd tot tijd, een klein beetje zon. En vooral dinsdag is het aan de frisse kant, wordt het misschien maar 16 graden. Maar die temperatuur gaat daarna weer snel omhoog. Donderdag zitten we gewoon boven de 20. Wel met een hoop onzekerheid, maar dat betekent dus ook dat er zelfs kans is dat we in de buurt van de 25 graden komen. Na de dagen daarna zitten we zo rond die 20 graden grens heel normaal weer voor de tijd van het jaar. En de neerslagkans is in die periode niet heel groot. Er is geregeld ruimte voor de zon. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.